Vanuit het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie wordt er alles aan gedaan om oplossingen te vinden voor de enorme verkeersdrukte. Dit stelt Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer. Onder andere door de start van het nieuwe schooljaar en het grote aantal voertuigen op de weg ontstaan er op diverse wegen flinke files. Wip laat weten dat het ministerie zich nu vooral richt op de verkeersdrukte in de binnenstad. Hij zegt dat zijn afdeling bezig is met een totaalpakket dat binnen niet al te lange tijd moet leiden tot een oplossing van dit probleem. We moeten meer gaan naar spreiding van het verkeer. En dat zij binnen je verkeerscirculatie, zul je dat moeten gaan realiseren. Dat ligt binnen het pakket van de plannen die er zijn met de binnenstad. We focussen ons nu op het project van de 5 verkeerslichten. Na dat project zullen wij richting de binnenstad gaan, waar daar ook een aantal plannen voor zijn. De plannen zijn ook al geruime tijd geleden geschreven. Maar de bedoeling is dat wij het verkeer vanuit de binnenstad op een effectieve manier willen gaan laten afvloeien. Ook de aanvoer en afvoer. En natuurlijk zullen we met een ring om de binnenstad gaan werken. Waarbij de Zwarthomberenstraat, de Aronstraat, de Waterkan een ring zal vormen. En in de binnenstad zelf, het centrum van de binnenstad, zal je ook weer een ring krijgen om de verkeersdrukte af te voeren. Het ministerie is ook bezig met de bussen, het openbaar vervoer. Waarbij de bussen ook verplaatst zullen worden vanuit de binnenstad naar een beetje rand van de binnenstad. We zijn nu bezig met Onderbong, waar ook de bussen naartoe zullen gaan. En dat zal ook moeten zorg dragen dat die druk van het verkeer in die binnenstad een beetje wordt weggenomen. Wip benadrukt dat de verkeersdrukte niet in één dag opgelost zal worden, omdat het afhankelijk is van meerdere factoren. Hij verzekert wel dat voor het einde van dit jaar concrete veranderingen te merken zullen zijn. De eerste stappen zijn al gezet met de komst van de nieuwe verkeerslichten. De tweede fase heb ik u net ook aangegeven, dat je dan binnen het centrum dan die ring moet gaan vormen. En dan zullen nog een aantal andere maatregelen moeten volgen om de binnenstad te ontlasten. Er wordt gesproken over betaald parkeren, er wordt gesproken over het parkeren aan de rand van de stad, het halen van de bussen uit de binnenstad. En zo zul je verder moeten gaan kijken met je verkeerscirculatie, dat je verkeerscirculatie goed aansluit op het omliggend gebied. Dus dat is een pakket van maatregelen die je zult moeten nemen. En we werken er naartoe en we hopen binnen niet alle te lange tijd een aantal zaken te gaan realiseren. Nou, voor wat betreft, in elk geval voor eind van het jaar, dat we al concreet wat zaken zullen zien. Voor eind van dit jaar. Aldus Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Volgens hem wordt er hard gewerkt aan oplossingen voor de grote verkeersdrukte.